Met eenvoudige en haalbare materialen kan je deze indrukwekkende pièce montée maken. Ik ga jullie tonen hoe je dit doet. Om deze pièce montée samen te stellen, hebben we eigenlijk vooral veel serviesgoed nodig. Ik hou ervan om rommelmarkten af te schuimen en op zoek te gaan naar bloemenserviesjes. Het hoeft echt niet allemaal dezelfde borden, dezelfde motieven te zijn. Een mix en match is net zo leuk. Onderaan nemen we een groot bord en daarop gaan we een oasiskrans bevestigen. Om die goed nat te maken, is het echt nodig dat je die omgekeerd op ruim water legt. Ik doe dat bijvoorbeeld in de keuken in een gootsteen. Laat die volzuigen, duwt die niet onder, dat is niet nodig. En op enkele minuten is die echt heel zwaar. En ben je er zeker van dat die voldoende water heeft opgezogen. We gaan die daarop leggen. En dan in het midden plaatsen we daar een kopje op. Een ander bord komt erop. Een ander kopje. Weer een bord. En dan gaan we opnieuw. Vind ik het eigenlijk wel leuk om bijvoorbeeld zoiets te maken. En dan kan je eigenlijk in verschillende hoogtes gaan monteren. Voor deze pièce montée vonden we het eigenlijk een beetje te veel, mochten we daar overal bloemen hebben rondgezet. Dus we hebben hier en daar een klein stukje oasis aangebracht en enkel de kleinere delen volgestoken met bloemen. Ik ga hier in het kopje een stukje oasis aanbrengen en ik ga het kopje eens opvullen. Ik heb de oasis al nat gemaakt, dit is al gebeurd. En ik ga hier een klein blokje oasis in aanbrengen. Dat is meer dan voldoende. En dan gaan we beginnen met onze bloemen aan te snijden. En rozen gaan we altijd aansnijden met een mesje. Heel kort, botjes, open bloemen. Ik ga ook de vrouwenmantel wat aansnijden en die gaan we ook in kleine takjes. En ik ga vooral ervoor zorgen, als ik dat aansnij, dat je dat niet ziet. Dus dat je die kale stengel, die knippen we ervan tussen. We beginnen in het midden. En als je een bloem in steekschuim wilt vastzetten, doe dat niet van boven, maar neem dat bij de stengel en ga eigenlijk heel langzaam met je vingers die bloem zachtjes in de oasis gaan aanbrengen. En zo ga je die stelen ook niet afbreken. Het mooie is wanneer je het midden als hoogste punt laat en naar de zijkanten toe een beetje afrondt. Dit mag heel goed gevuld zijn. Hoe compacter gevuld, hoe langer u daarvan zal genieten. En het is echt de bedoeling dat we ons hulpmateriaal, en dat is in dit geval steekschuim, dat die wordt verstopt. Voilà, ik heb nog een kopje bijgemaakt. En voor de mensen die van een uitdaging houden, ik zou zeggen, probeer eens om een pièce montée te maken.